Welkom bij Kids met Knaken. In deze serie geef ik, budgetcoach Danitia, samen met ABN AMRO jou als ouder tips hoe je je kind slim kunt leren omgaan met geld. Want zo worden ze namelijk als volwassenen financieel weerbaarder. In deze aflevering vertel ik je hoe je door middel van het geven van zakgeld je kind uiteindelijk kunt klaarstomen voor een eerste betaalrekening. Het is belangrijk om je kind de waarde van geld bij te brengen en te leren sparen. Je kunt dit het beste doen wanneer je kind een jaar of 8 is. Maar het hangt natuurlijk af van jouw eigen kind wanneer hij of zij er klaar voor is. Begin met een wekelijks contant zakcentje en schakel over naar digitaal zakgeld rond een jaar of 10 als ze een betaalpas krijgen. De regelmaat is hierbij belangrijker dan de hoogte van het bedrag, want zo weet je kind waar hij aan toe is en dat het geld op een bepaalde tijd mee moet gaan. De Gimme-app helpt jou hierbij. In de app leert jouw kind spelenderwijs omgaan met geld, door middel van spaardoelen in te stellen en het doen van leuke quizzen. Ook kun je als ouder heitjes voor karweitjes toevoegen. Zie het zakgeld als leergeld en zorg in deze periode voor dat ze oefenen met een betaalpas, dus open ook alvast een jongerenrekening voor ze. Stort daar wat geld op en laat ze eens alleen een boodschap doen met hun eigen betaalpas. En geef ze dan meteen toegang tot de mobiel bankieren app, zodat ze altijd hun eigen saldo kunnen inzien. Want voordat je het weet, gaan ze naar de middelbare school. Dit is dan ook het moment voor ouders om naast zakgeld ook kleedgeld te geven. Maak dit geld in plaats van wekelijks, maandelijks over. En let op, ga van tevoren even goed zitten om de afspraken te bespreken. Nog even over de betaalpas. De wereld wordt steeds digitaler en aan de betaalpas ontkom je dus niet. Je kunt al een rekening aanvragen op het moment dat je kind net geboren is, maar de meeste kinderen krijgen tussen 8 en 12 jaar een rekening. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat mensen makkelijker geld uitgeven met een betaalpas, want je ziet namelijk niet hoeveel wisselgeld je overhoudt na het afrekenen. Bij de jongerenrekening van ABN AMRO kun je zelf instellen wat je kind mag en kan. Bijvoorbeeld hoeveel geld er wordt uitgegeven. Maar misschien vind je het ook fijn om een bericht te ontvangen op het moment dat er wat verandert op de rekening. Begeleid je kind hier dus goed bij. Want kinderen die goed leren omgaan met geld, krijgen later minder vaak financiële problemen. Door inkomsten en uitgaven op een rij te zetten, leert jouw kind namelijk budgetteren. Daarom heb je de mobiel bankieren app nodig en kijk ook regelmatig met ze mee. Vergeet trouwens ook niet uit te leggen dat het heel belangrijk is dat je pincode altijd geheim moet houden. Dat waren de tips voor deze keer. Bedankt voor het kijken en succes!